Syrische vluchtelingen in pretpark Duinruil. Tja, dat schreeuwt om een persmoment. En dus zijn wij uitgenodigd voor een exclusieve bezichtiging van de gloednieuwe attractie van Duinruil. Hallo. Hi. Hi. Wij komen voor de nieuwe attractie. De Syrische vluchtelingen. En dan mogen ze zich hier melden, dan wordt er opgehaald. Ja, en als ik daarheen loop, lopen ze dan al hier los? Nee. Morgen. Loopt het goed, de nieuwe attractie? Of? Je bent van harte welkom. De eerste asielzoekers die zijn afgelopen vrijdag in Wassenaar aangekomen. Dus wij geven jullie nu de gelegenheid om even rond te kijken. Als we straks buiten lopen, zijn er dan ook regels? Mogen we ze aaien bijvoorbeeld? Nou, daar ga ik niet over. Dan moet u echt zijn bij de woordvoerder van COA. Oh, dat weet de woordvoerder van COA. Dan kan ik daar even vragen. Mogen we ze aaien? Zolang er ongewenste intimiteit dat er niet van is, dan mag dat wel hoor. Maar ik zou het wel even netjes vragen. Oh, jij komt foto's maken? Ik kom foto's maken, ja. Heb jij ook voer mee? Of? Nee, ik vind dat een beetje een gekke vraag eigenlijk. Gekke vraag? Ja, want zo is dat helemaal niet. Het is geen attractie hier, toch? Je mag ze toch wel, want ik heb wel wat nootjes. Ik vind het toch jammer dat je ze een beetje behandelt als bijzondere mensen. Het zijn gewoon ook mensen. Ja, maar we komen wel even naar ze kijken. Het is wel een beetje aapjes kijken hier vandaan. Nou, ik vind niet dat je de vergelijking aapjes kijken. Het zijn gewoon echte mensen, gasten, die wij hier opvangen. En dan vertrekken de journalisten in groepjes door het pretpark op zoek naar de vluchtelingen. Heb jij er al een paar? Wat? Heb jij er al een paar geschoten? Geschoten nog niet. Wel op beeld. Ja? Wel op beeld. Ja? Ja. Goed ook. Waren ze dichtbij? Nee. Oh, je moest van heel ver. We moesten even wat geduld hebben, maar het was het wachten waard. Want ze komen wel heel dichtbij. Hallo, hallo. Ja. You're so cute. Ineens werd duidelijk dat niet iedereen tevreden was over de woonomstandigheden in Duinruil. Ja. Ik ben hier 8 dagen. Wasmachine net werken. Werkt de wasmachine niet? Nee. Ja, het is hier. Moet je met de hand wassen? Ja. Ja. Nou, is toch God geklaagd? Kom. This room. Kijk, this room. 2 mensen. 2 mensen moeten hier slapen? Ja. Kijk. En je vindt het te klein? Klein, maar very small. Very small room. There is room, 1 kind in. Yeah. 2 mensen, big mensen. No good. No good. Hallo, hallo, hi. Hij zit te kijken, we staan een beetje zo voor, want hij zit lingo te kijken. Kijk, zo, zie je dat? Maar even, nee, je staat voor de televisie zo. Ja. People here, hij nodig kanaal TV Arabic. When? Oh, jullie willen een Arabische zender? Al Jazeera. Duinruil, don't give you a satellite? Ik dacht toen ik hier kwam van ja, die mensen hebben wel problemen. Maar dat ze zo groot waren als hier in dit huisje. Ja, als zij problemen hebben, komen ze gewoon naar ons toe. En dan proberen ze te praten, te kijken van dit is het. En het gebeurt wel eens als er mensen in zo'n woning zitten die niet helemaal met elkaar op kunnen schieten. Nou, dan verdelen we dat netjes, krijgen ze een andere plaats. Ik bedoel, er is nu nog genoeg ruimte om alles ordelijk te laten verlopen. En het laatste wat we willen is dat de mensen hier problemen met elkaar hebben. Ja.